deel van uit. Wij zeggen wij willen het belastingstelsel vergroenen. Dat is ook een normatief uitgangspunt. Want wij zeggen de vervuiler behoort te betalen. Ik vind het heel gek dat je in Nederland belasting betaalt op iets wat je goed vindt. Namelijk werk. He, daar wordt veel belasting over betaald. Terwijl over vervuiling, iets wat we met z'n allen slecht vinden, eigenlijk helemaal geen prijs op staat. Nou, wij draaien dat om en wij zeggen nee, er hoort een prijs te zijn voor vervuiling van de grond, het water, de lucht, CO2-uitstoot. Daar betaal je voor. In ruil daarvoor zeggen wij inderdaad, we maken arbeid dan goedkoper. De werkgeverslasten op arbeid verminderen wij, waardoor werkgevers beter in staat zijn om mensen in dienst te nemen. Nou, wat betreft de effectiviteit, ik heb het stuk van Kees Tamboer, moet ik bekennen, niet gelezen in Parool. Maar wij weten wel uit, en dan kom je weer met doorrekeningen van de afgelopen jaren, zowel van het Centraal Planbureau als van het Bureau voor de Leefomgeving, dat de verwachting wel is dat het extra werkgelegenheid met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt creëert. Omdat bedrijven meer gestimuleerd zullen zijn mensen in dienst te nemen, omdat het minder kost. Tegelijkertijd, er zit een keerzijde aan, zullen de kosten voor zwaar vervuilend bedrijfsleven, die zullen toenemen. Laten we even heel concreet een voorbeeld nemen uit het programma. GroenLinks pleit voor een verhoging van de BTW op vlees. Ja. Van 6% naar 19%. Vindt u dat een goed idee? Nou, uit een oogpunt van effectiviteit daarvan stel ik daar dus al een paar vraagtekens bij. In de eerste plaats betekent het, en dat is met verscheidene van de maatregelen, dat nadelige effecten daarvan vooral ook de zwakkere mensen in de samenleving treffen. Er zijn dus nadelige verdelingseffecten. En de mensen die het zich wel kunnen veroorloven, ja, die trekken zich er onvoldoende van aan. Kijk, wat je wil bereiken is bijvoorbeeld als het om het vlees gaat, dan wil je bereiken dat er minder vlees wordt geconsumeerd. Dat is de bedoeling. Dan moet je dus de vraag stellen, welke mechanismen heb ik nu? Ja. Welke prikkels kan ik in het systeem introduceren om te zorgen dat mensen minder vlees gaan krijgen? Dat is voor mij zeer de vraag of dat dan een prijsprikkel moet zijn. Ja. Het is ook een beetje inconsistent met de rest van het programma, waar juist het idee is van we moeten een beetje weg van meten en geld en noem maar op. En hier gaan we dat dan weer gebruiken. Maar eerst even een reactie van mevrouw Halsema op het punt dat het nadelig effect heeft als het gaat voor de lagere inkomens. Ja, dat kan, maar ik heb er ook moeite mee dat de inkomenspolitiek wordt gevoerd via het milieubeleid. Wij weten allemaal dat onze consumptie van vlees, die is zo uit de hand gelopen en die heeft zulke grote nadelige gevolgen voor het milieu, dat we maatregelen moeten nemen. Ik vind dat er veel mensen in Nederland te weinig inkomen hebben. Ik vind de bijstand erg laag. Ik vind de inkomens op het minimum erg laag. Dan moet je daar iets aan doen. Laat ik vooropstellen dat ik het een vervelende maatregel vind. Ik vind het geen leuke maatregel. Wij nemen hem samen met een groot aantal andere partijen, D66, Partij van de Arbeid, SP, kiezen allemaal voor diezelfde maatregel, omdat we eigenlijk zien op dit moment dat er geen andere manier lijkt te zijn om die vleesconsumptie iets te ontmoedigen. En we moeten hem ontmoedigen. Ja. Kun je dan, een alternatief is toch het aanpakken van de veehouderij? Ja, nee, vanzelfsprekend, maar dat staat ook in het programma. Ja. Dus er is overigens net een heel aardig manifest verschenen van 100 hoogleraren. Ja. Dat heet duurzameveeteelt.nl. Zou me niet verbazen als u dat ook ondertekend heeft. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik ook ondertekend. Ja. Ja. Ondertekend nogal wat. Ja. Maar, ja. Althans, zaken waarmee u het eens bent. Maar, nee, vanzelfsprekend. Je moet een grote premie zetten op duurzame veeteelt. Je zal de omslag moeten maken. Je zal ervoor moeten zorgen dat bij de subsidies die er voor boeren zijn, er niet langer een subsidie ligt op bulkproductie, waarbij niet de kwaliteit van belang is, maar dat de subsidies die er zijn gaan naar de kwaliteit van het voedsel dat boeren produceren, naar natuurbeheer waar ze mede verantwoordelijk voor zijn, zodat boeren kunnen blijven bestaan, maar niet afhankelijk zijn van schaalvergroting en slechte productie. Dat moet je doen. Maar je zal ook het andere moeten doen. Het probleem is dat de problemen zijn op dit moment helaas zo groot dat je een aantal akelige maatregelen